Charlie, oud profvoetballer. Hoe anders is het om op het zand te spelen? Nou ja, er zit wel degelijk een verschil in natuurlijk. Ik bedoel, veel door de lucht, toch een redelijk hoog tempo vaak. Ik denk ook wel een stukje explosiever, zeg maar. Sneller balbehandelingen nodig, veel sprintwerk. Maar het is wel een hele mooie tak van voetbal, wil ik zeggen. En van daaruit dat ik ook natuurlijk dit ben gaan doen. In eerste instantie nog met combinatie op het veld in de Jupiler League. En nu dan vanaf volgend seizoen naar de amateurs. Maar ik moet zeggen, het is een super mooie sport natuurlijk. En je komt ook eens op plekken waar je normaal gesproken niet zo snel bent. En je gaat een EK spelen. Belangrijk moment voor de sport in Nederland, hè? Wat heeft de sport nodig om nog meer op de kaart te komen? Nou goed, ik denk dat het in eerste instantie belangrijk is geweest dat de KNVB het heeft omarmd. Dat sowieso. En je hebt de organisatie van het EK nu in eigen land. En ik denk dat Nederland het prima kan organiseren. En een hoop media-aandacht. Dat werkt allemaal mee. En ik denk dat het alleen maar ten goede komt van de sport. Dat het voor een hoop mensen ook leuk is om te zien. Het gaat wat sneller dan andere sporten, denk ik. En, voor mij was het relatief onbekend vorig jaar toen ik aansloot. Maar je ziet toch wel om je heen dat het in de gaten wordt gehouden. Bij kennissen, vrienden of zelfs onbekenden die berichten of weet ik het wat. Dus ja, langzaamaan gaat het steeds bekender worden. En daarin spelen prestaties natuurlijk ook een rol. Dus we hopen daarin in Scheveningen een heel mooi EK neer te zetten. Knal in Scheveningen. Dat is de bedoeling.